Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken hier en daar wat wolkenvelden over het land, maar in het algemeen zal de zon toch ook flink te zien zijn. Vanochtend al, met temperaturen net iets onder het vriespunt en een stevige Noordoostenwind die het voor het gevoel flink kouder maakt. Met die Noordoostenwind hebben we vanmiddag ook te maken en dan geven de thermometers misschien 0 tot 3 graden aan, maar voor het gevoel vriest het 2 tot 5 graden. De zon schijnt wel geregeld, er zijn hier en daar wat wolken, maar het blijft in elk geval droog. Ook vanavond is dat nog het geval en dan vriest het op veel plaatsen al snel weer een paar graden. In de nacht kan het lokaal zelfs matig gaan vriezen. Maar de wind gaat morgen draaien naar een noordelijke richting. en Dat betekent dat de bewolking van de Noordzee binnen kan drijven. En dus gaat toenemen. In de ochtend nog wel wat zon in het zuiden. Hier en daar kan er misschien een spatje regen of motregen vallen. Maar de hoeveelheden stellen niet veel voor. 2 tot 6 graden wordt het het warmst in het noorden van het land. Zondag ook lokaal misschien een beetje regen. Maar het stelt allemaal heel weinig voor. Er is ook een beetje zon. 5 tot 7 graden. En een stevige noordelijke wind. Maandag is de regenkans wat groter. Dan wordt het 7 graden net als dinsdag. Maar dan is het weer op de meeste plaatsen droog. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.